Rick Velderhoff's programma's worden nog steeds vaak uit het archief gehaald, vooral wanneer een voormalige gast komt te overlijden. Dit roept de vraag op waarom we Rick zelf niet meer op televisie zien. Zijn antwoord? Ik zeg nee. Iedere keer dat er een bekende Nederlander overlijdt die ooit te gast was in zijn show, kan men erop rekenen dat een herhaling van Villa Velderhoff die avond wordt uitgezonden. Ondanks de vele gesprekken die hij in zijn interviews heeft gevoerd, is de presentator zelf al geruime tijd afwezig van het scherm. Wat is de reden hiervoor? Volgens Rick heeft hij geen verlangen om terug te keren naar de televisie, zoals hij onlangs in weekend aangaf. Talkshows? Liever niet. Dan moet je aan tafel zitten met onbekenden en praten over onderwerpen die zeer gevoelig kunnen zijn. De kans dat je iets zegt dat schadelijk is voor je reputatie, is aanzienlijk. Ik heb mijn kinderen beloofd dat ik dit niet meer doe. Dit wijst erop dat hij de risico's van publieke optredens goed begrijpt. De vraag rijst dan of Rick het echt zo moeilijk vindt om iets verkeerds te zeggen dat zijn imago kan schaden. Het antwoord lijkt ja te zijn, want hij wordt vaak als politiek incorrect beschouwd. Terugblikkend op een uitspraak van negen jaar geleden, toen hij zich beklaagde over de invoering van een minimumloon in Tanzania, zijn tweede thuisland, zegt hij: Allemaal gezeur. Daar heb ik echt geen zin in. Dit soort opmerkingen kunnen leiden tot grote controverse. De mogelijkheid dat hij geannuleerd zou worden. Net zoals veel andere publieke figuren, is een reële zorg voor hem. Wat zou er dan gebeuren met al die afleveringen van Villa Velderhof waarin bekende Nederlanders ooit aan tafel zaten? Kunnen die nog steeds op televisie worden uitgezonden? Wat betreft de kans op een hernieuwde serie van Villa Velderhof, lijkt Rick dit idee volledig te willen uitsluiten. Ik heb er geen behoefte aan om mijn carrière opnieuw op te starten. Soms droom ik nog van de tv-camera's, maar dat betekent niet dat ik wens terug te keren. Ik wil het beeld van mijn werk laten bestaan zoals het was. Deze woorden benadrukken zijn tevredenheid met het verleden en zijn keuze om buiten de schijnwerpers te blijven, wat ook een bewuste bescherming van zijn persoonlijke leven en dat van zijn gezin impliceert. In een tijd waarin mediaconsumptie constant verandert en de druk om op te vallen groter is dan ooit, lijkt Rick Velderhof zich te distancieren van de traditionele televisieomgeving. Zijn focus ligt niet op roem of hernieuwde aandacht. Maar eerder op het behoud van zijn principes en de bescherming van zijn gezin. Dit maakt zijn keuze om afwezig te blijven op televisie des te begrijpelijker, een teken van zijn wijsheid en reflectie op wat echt belangrijk is in het leven.